Hoi allemaal. Ik kreeg een vraag over de gesso. Dit filmpje is over de voorbereiding om een sleutelhanger te maken. Zo heb ik ze gekocht, ruw hout. Die heb ik vervolgens met gesso behandeld. Gesso is een primer, gipsbasis. Ja, die kun je een laagje doen en dan even schuren en dan nog een laagje. En dan schuren en dan is hij goed glad en dan krijg je mooie goede rondjes. Ja, als je het filmpje gaat dus over een sleutelhanger maken. Deze is voorbereid en dan moet je een centrum bepalen. Nou, dat centrum dat bepaal je door een stukje papier uit te knippen. Net zo groot als je rondje. En dan dubbel te vouwen gaatje erin maken. Die doe je erop. Hop, hop. En ik gebruik aquarel potlood, want die is makkelijk weg te werken. Dan maak je een stip. Nou, en als je een stip hebt, dan kun je... Met je passer. En deze passers kosten ook echt geen drol bij de Bruna of zo. Echt 2 euro of zo. Dat is echt niet normaal. Dan zet je hem eraan vast. En dan kan je even concentreren. Dan kan je wat rondjes maken als je wil. Hoeft niet. Hè? Je kan ze ook gewoon helemaal los uit het handje maken. Deze eerste die ik maakte. Die zijn ook helemaal los uit het handje. Gewoon leuk, gewoon doen. Maar je kan ook dus wat rondjes draaien. Nou ja, you get the message. Nou, als je dat hebt gedaan, dan heb ik hier nog een voorbeeld zien. Dan ziet het er ongeveer zo uit. Dan maak je je eerste stip. Dat zal ik ook even laten zien hoe je stipt. Want vroegen ook al mensen naar. Je zorgt dus voor een goede consistentie. Daar heb ik in een ander filmpje al over geschreven. En dan, ik begin dus met noord, zuid, oost, west. Dat is even het makkelijkste. En dan hoop ik dat ik de goede... Nee, altijd papier bij de hand hebben. Altijd papier bij de hand hebben. Zo. Nou, en dan kan je dus... Je hoeft het niet echt hard te drukken. Je hoeft het gewoon een beetje... Zie je, het is toch die andere maat. Maar maakt niet zo heel veel uit. Zo. En dan, als je het goed wil doen... Dan doe je hem nog een keer. Vooral als je verf hebt die semi-transparant is. En dan, ook al zijn ze verschillend van formaat, heb je een goed beginnetje. Dan kan je verder gewoon je fantasie erop loslaten. En kijken wat je leuk vindt. Beetje zoiets, zoiets. Ja, en dan have fun!